een bijzondere diploma-uitreiking in Tilburg. Jongeren met leerproblemen kregen daar een mbo-zorgdiploma uitgereikt. Koningin Maxima kwam ze daarbij feliciteren. Hoe hard hebben jullie gewerkt om een diploma te komen? Koningin Maxima heeft eerder die dag een bezoek gebracht aan een bijeenkomst over social innovation. Hieronder wordt verstaan het gezamenlijk werken aan nieuwe markten, producten of maatschappelijke diensten. Nou, wat we vandaag hier hebben gezien is dat je problemen bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt oplost. Dat je voorkomt en helpt bij het tegengaan van jeugdwerkeloosheid. Dus dat de jongeren gewoon aan het werk gaan en niet thuis zitten te Xboxen. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat je kijkt dat mensen met dementie, dat die langer thuis kunnen blijven in hun eigen vertrouwde omgeving. In Tilburg werken meerdere partijen samen op het gebied van social innovation. Zoals de universiteit, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de overheid. Tijdens het bezoek van koningin Maxima is een alliantie ondertekend. Een van de voorbeelden van social innovation is te vinden bij zorgcentrum De Leihoeve. Ze hebben in overleg met potentiële bewoners een speciale woning ontwikkeld, waarbij echtparen bij elkaar kunnen blijven wonen, ook wanneer er één hulpbehoevend is. We hebben een slaapkamer zo ontworpen dat we daar een ziekenhuisbed in hebben, die eruit ziet als een 5-sterren hotelbed. Daarboven hebben we een geïntegreerde tillift systeem, waarmee je zowel als je heel slechte been zou zijn, zowel nog naar het toilet als naar de douche kunt gaan. En vervolgens hebben wij door middel van domotica een infrastructuur ontwikkeld, waardoor je eigenlijk op het moment dat jij hulp nodig hebt of je zou vallen, onmiddellijk hulp kunt krijgen. Maar zolang jij iets zelf kan doen, dat je dat zo lang mogelijk zelf kan blijven doen. De koningin laat zich uitgebreid informeren over deze en andere projecten, zoals de startersbeurs, gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. De startersbeurs is een initiatief van hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen van Tilburg University en de jongerenvakbonden FNV en CNV. Met de startersbeurs krijgen jongeren een half jaar de tijd om op een leerwerkplek ervaring op te doen. Na het bezoek aan de universiteit vertrekt koningin Maxima naar servicecentrum Het Laar voor de diploma-uitreiking. Hier is social innovation volop in de praktijk te zien. Jongeren met leerproblemen doen daar, bij het samenwerkingsproject Prins Heerlijk, leer- en werkervaring op in de horeca, detailhandel en in de zorg. Deze jongeren leren voor zorghulp of helpende. En die krijgen 2 dagen in de week krijgen zij theorieles en 3 dagen in de week werken zij in de praktijk. En dat kan met stage of leerbaan. En de jongeren die nu klaar zijn, die gaan ook verder in een baan in de zorg. Ja, ik heb een jongen met een lichtverstandelijke beperking. Dus ik kan niet naar een normale middelbare school. En dit geeft voor mij het gewoon wat rust. Want je hebt, als je naar een normale middelbare school gaat, zit je gewoon met 40 of 30 leerlingen in één klas. En nu ben je met 15. En dat is gewoon makkelijker en dat geeft je. En voor mij geeft het gewoon meer rust. En duidelijkheid en structuur. Ik heb net een diploma gekregen als voor zorghulp. En daar ben ik apertrots op. Dat via Prins Heerlijk en ik heb nu een baan ook gekregen daarbij. Nadat de geslaagden de felicitaties in ontvangst hebben genomen, wordt koningin Maxima rondgeleid langs de diverse projecten van Prins Heerlijk. Zoals de winkel in het servicecentrum, waar ook zelfgemaakte producten te koop zijn. Zoals de boterkoek, de notentaart, honing en de Brazilische vlieg. De Brazilische? Ja. Geweldig.